Wat is er heerlijker dan ergens een plekje zoeken waar je heerlijk kunt zitten? En als je er dan ook nog fijn bij kunt lezen, dan wordt het helemaal ideaal. In Kuik hebben wij vele schrijvers. Niet iedereen weet dat en wij kennen ze ook niet allemaal. Maar nu hebben we iemand gevonden en die heeft al het derde boek uitgebracht. Nou, stel je even voor alsjeblieft. Nou, ik ben Charlotte Baas. Ik heb in Nijmegen gestudeerd. Ben in de regio blijven hangen, want ik kom oorspronkelijk uit Hendrik-Ido-Ambacht in het westen van het land. Sinds mijn middelbare school ben ik al verhalen aan het schrijven. En het verhaal wat nu de trilogie zeg maar afrondt, daar ben ik in 2017 aan begonnen en die is nu gepubliceerd. Kijk, een trilogie. Drie boeken die dus echt met elkaar te maken hebben. Ja, het is een verhaal wat in principe gewoon helemaal doorloopt. Ik heb er geen tussenpauzes tussen zitten. Dus het is, je kan gewoon, als je deel 1 uit hebt, ga je gewoon door met deel 2. En je gaat precies op hetzelfde moment weer verder. En toen je deel 1 begon te schrijven, had je toen al zoiets van, nou, dit moeten meerdere boeken worden? Ik ben gewoon gaan schrijven omdat ik het leuk vond om zelf te bepalen hoe een verhaal gaat lopen. Het was in principe helemaal niet de bedoeling om het te publiceren. Maar ik ben gaan schrijven en het was gewoon eigenlijk te veel om in één boek te plakken. En dus het zijn er 3 geworden. Maar dan ben ik toch benieuwd, want je zegt het was niet de bedoeling om het te gaan publiceren. Hoe kwam je ertoe om te beginnen met schrijven? Mijn moeder die schreef vroeger al kinderverhalen. Dus ik denk dat het eigenlijk gewoon in mijn bloed of in mijn DNA zit om verhalen te verzinnen. En ik ben gaan schrijven. Een beetje uit. Op de middelbare school moest je voor je lijst lezen. En dat vond ik verschrikkelijk, al die serieuze onderwerpen. Dus ik ben zelf wat gaan schrijven wat me wel interesseert. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Nou, en wat voor soort boeken schrijf je dan? Dit boek is fantasy. Spanning, er zit romantiek in, er zit humor in. Dus eigenlijk voor alles een beetje wat ik leuk vind. Ja. En is het een kinderboek, jong adult, volwassenen? Hij is neergezet als 15 plus voor jong adult. Maar mijn oma heeft hem ook met plezier gelezen en die is in de 90. Dus het is eigenlijk gewoon van 15 tot 120 of zo. Dus voor iedereen eigenlijk, behalve kinderen onder de 15. Het derde boek is zojuist verschenen. Dit is ook echt het einde van het boek? Ja, ik heb... Van de serie? Ja, ik heb er echt een einde aan gebreien om het mooi af te sluiten. Als een verhaal helemaal af moet zijn, dan vind ik een open einde niet echt passen. Dus ik heb er wel gewoon een mooie slot aan gemaakt. Ja. Ja. Er zit natuurlijk een hoofdpersoon in. Kan je jezelf daar een beetje meer identificeren? Of is het echt pure fantasie die je hebt gebruikt? Ik heb wel heel veel van mezelf erin gelegd, ook in de mannelijke hoofdpersoon. Dus ik heb een beetje in tweeën gesplitst voor het verhaal. Zelf herken ik heel veel dingen in de hoofdpersoon, ook wat in mezelf zit. En zo ben ik eigenlijk mezelf ook een beetje, heb ik me beter leren kennen eigenlijk. Ik denk, ja, zo ben ik ook. Kijk, een stuk zelfkennis is naar boven gekomen. Ja, klopt. Het is wel grappig. Ja. Ja. Nu is het dus klaar. Een trilogie, ja. Alle 3 zijn af. Wat nu? Ik heb al een nieuw boek klaar liggen. Daar gaan we in oktober aan de redactie beginnen. En die komt als het goed is in de zomer van volgend jaar uit. Kijk, dat is een bezig bijtje dus. Een bezig bijtje, ja. Ik heb een periode gehad dat ik even tussen banen in zat. En in die periode heb ik best wel veel kunnen schrijven. Dus dat verhaal lag ook al klaar toen mijn eerste deel van de trilogie werd uitgebracht. Dus op die manier kan ik eigenlijk gewoon nog even door blijven gaan op wat ik al geschreven had. Ja. En het nieuwe boek wat er gaat komen, is dat in dezelfde stijl of is dat iets compleet anders? Daar heb ik iets compleet anders van gemaakt. Die speelt ook niet in dezelfde plaats af. Die heb ik in Rotterdam af laten spelen en de trilogie is meer in Nijmegen. Maar het nieuwe boek die gaat over een seriemoordenaar in Rotterdam. En ja, dat is toch wel iets heel anders dan vampiers in Nijmegen. Ja. Want daar heeft het mee te maken, hè? Ja. Zit er ook nog echt iets Nijmeegs in? Iets van historie of iets van herkenbaarheid voor mensen? Er zit geen historie in van Nijmegen, maar wel allemaal locaties. En de universiteit speelt het af. En Doorn Roosje, een club in het centrum, die komt er ook regelmatig in voor. Dus er zitten wel herkenbare punten in. Ja. Ja. Komt Kuik toevallig ook nog langs? In het derde deel wordt volgens mij Kuik heel even genoemd. Aha. Ja.
Ik kon het niet laten. Spannend, hè? Ja, ik kon het toch niet laten om het er even in te gooien. Nou, het boek is uit. Ik heb al posters zien hangen op verschillende plekken. Ik heb hem ook in de boekhandel zien liggen, hè? Ja, klopt. Daar ligt hij sinds vorige week. Ja. Ja. Dus hij is vanaf nu overal te koop? Het derde deel is hier in Kuik in de Rietshop te vinden. In Boxmeer ligt hij bij Van Dinter. En ja, via mijn site is die te bestellen. En we zijn verder nog aan het zoeken voor andere boekhandels die hem ook in het assortiment willen nemen. Maar de eerste twee delen die zijn sowieso overal te krijgen. Ja. Maar ik ben ook heel benieuwd, kan je ze even laten zien, ook qua titel en qua uitstraling? Ja, tuurlijk, dat kan ik. Het eerste deel is Verlangen. Die ziet er zo uit. Lekker knallend rood hart erbij gemaakt. Het tweede deel is Onrust. Die hebben we ook mooi eruit laten knallen. En het derde deel, die knalt gewoon als ergens nog met vuur en het wanhoop. Die spat er gewoon vanaf. Ja. Maar wel allemaal met een hart. Ja, ja, ik wilde wel dat het echt bij elkaar paste. Dus dat, Heb je het ontwerp ook zelf gedaan? Ik heb wel meegekozen met de harten. Dat was wel mijn idee inderdaad. Maar ja, de uitgever voor de eerste twee boeken die is er verder mee aan de slag gegaan. En voor het derde deel hebben we gewoon diezelfde lijn aangehouden, zodat het toch een trilogie leek. Ja. Want dat is het. Dat zegt ook al echt iets over het boek zelf. Ja, ja, de spanning loopt aardig op naar het einde toe. Oh, oké. Ja. Nou, iedereen die nieuwsgierig is naar de boeken van Charlotte Baas, ik zou zeggen, op naar de boekhandel of via jouw internetpagina. Ja, cmbaas.com. Ja. Dankjewel. Dankjewel.